Arjan Molenkamp is de nieuwe directeur van de Surinaamse Bank NV. Hij zal de bank samenleiden met René van Rooij. Molenkamp is op 28 december 2021 op een algemene vergadering van aandeelhouders benoemd tot directeur. Maar de Centrale Bank van Suriname had nog geen groen licht gegeven. Dat is nu wel gebeurd. Molenkamp heeft een brede bankaire kennis en hij heeft vanaf 1990 in verschillende functies gediend bij grote banken in Nederland en Afrika. De Raad van Commissarissen en medewerkers hebben er alle vertrouwen in dat ze samen met Molenkamp en de Rooij de verdere groei van de Surinaamse bank kunnen voortzetten.